Nou, dat is lekker dan. Heeft hij de nul? Redt hij hem? Wordt er niet gekeken. Dit schot wordt geblokt. Het uitverdediger is niet goed omdat Luc er weer goed voor zijn man komt. Luc Steen met de actie. Luc gaat buitenom. En ja, dit is een strafschop. Ja, dit is een strafschop. Luinge geeft hem. En au, hij blijft daar liggen. Hij heeft eerder een schouder uit de kom gehad in een wedstrijd van de Creators. En daar lijkt het nu weer op. Dus gaan zij heel snel richting Luc. Naar deze fantastische acties van Luc Steen. Maar... Maar het was wel weer erin, man. Ja. Zal ik hem erin doen? Ja, misschien wel. Ja, je moet... Nee, ben je gek? Je moet eerst even... Nee, toch maar niet. Dit is serieus. Wel penalty, maar glitch in de schouder. Schouder. Ik moet zetten, man. Ik wilde actie gaan. Ik kwam de 16 in. Wilde buitenom. Ik dacht, het contact was er. Ik dacht van ja, oké, ik val wel gewoon. Eindstand wil ik mezelf opvangen, schouder uit de kom. Mensen willen hem niet erin zetten. Ik wil hem eigenlijk best wel zelf erin zetten, maar misschien gaat dat helemaal mis. Moeten nu wachten op ambulance. En dan, ja, chaos. Dit is echt al mijn vierde keer, vijfde keer of zo, man. En dan komt er hele bijzondere hulp voor Luc. Ambulance, het was best wel goed. Ik kreeg goede massage. Hij ging er gelijk uit. Ja, die dame, hè? Ja. Deze dame. Deze twee dames voor Luc. Ik heb alleen haar nummer niet. Dan moet ik 112 weer bellen en zo. Moet ik via daar. Woi! Luc! Kom op, collega, broer. We zijn collega. Nodig mij uit, broer. En kijk naar dat gezicht van Lucie Steen. Woei, joh. Kijk hoe hij geniet. Die man geniet gewoon. Hij doet nog ogen dicht en zo, hè? Thank you.